Ik ben Thijs Horst en ik werk voor het Smart Citizens Lab van Waag. En in het Smart Citizens Lab proberen we burgers handelingsperspectief te geven ten opzichte van hun leefomgeving. Dus om hun eigen leefomgeving mooier te maken. Het ging net al even over de verkiezingen. Waarom zijn die opkomsten zo laag? Ik las in allemaal analyses dat mensen geen vertrouwen hebben in politiek. Citizen Science is een manier om zelf veel meer grip te krijgen op hoe je straat bijvoorbeeld eruit ziet. Voordat ik dat ga doen, ik durf deze niet meer aan te raken, maar wil ik jullie vragen om even een fotootje te maken van de CO2-meter. Dan gaan we daar zo meteen mee aan de slag. En terwijl jullie dat doen, ga ik vast vertellen over waarom het zo goed is om met Citizen Science aan de slag te gaan. Overal om ons heen is informatie. Het CO2-metertje dat op jullie tafel staat is daar een toonbeeld van. Hoeveel mensen hier zitten, hoe jullie hierheen zijn gelopen, hoeveel auto's er op de straat zijn. Allemaal kennis die voor wetenschap heel erg relevant is. Omdat zij grote claims willen maken over hoe de wereld in elkaar zit op basis van hele degelijke, strakke onderzoeksmethoden. Voor bedrijven is dat ook vaak interessant, want hoe ik net van het station hierheen ben gelopen, is misschien wel mooie informatie over waar dan een bedrijf reclame zou moeten maken. Maar de informatie die overal op straat te vinden is, kan ook heel relevant zijn voor ons als burgers. Ik woon bijvoorbeeld zelf in een heel drukke straat in Amsterdam en ik vind het ontzettend belangrijk dat het daar 's avonds niet al te lawaaierig is, dat de luchtkwaliteit goed is, dat het water in mijn omgeving veilig is, dat het bij voorkeur nog een beetje bijdraagt aan de biodiversiteit. En dat kan ik onderzoeken. Ik kan ervoor kiezen om samen met de mensen in mijn straat te onderzoeken hoe mijn straat er eigenlijk uitziet en wat eraan verbeterd zou kunnen worden. Dat is dus publiek onderzoek is met een publiek onderzoek doen naar iets dat publiek belang heeft met het doel om dat dan weer te verbeteren. Met andere woorden, door je informatiepositie te versterken, creëren bewoners grip op hun eigen leefomgeving en zijn ze sterkere gesprekspartners voor overheden en bedrijven. En volgens mij heb ik hier een sheet uitgevallen. Citizen Science is een vorm van publiek onderzoek, waarin je lokaal urgente problemen behandelt. Met een lokaal netwerk en samen probeert om de problemen aan de hand van de data die je verzamelt ook op te lossen. Hoe doe je dat? Eerst een soort tijdlijn. Waag's visie is dat burgerwetenschap, citizen science, dat het daarvoor belangrijk is dat de burger in elk proces van het onderzoek of in elke stap van het onderzoeksproces meedoet. Dus niet, ik tel vogels, ik schrijf het op een briefje, ik stuur het naar een universiteit en dat is mijn deel. Maar ik tel vogels, ik ga nadenken over wat betekent het dan dat er maar 10 merels zijn in mijn straat. Is dat een probleem? Want 3 jaar geleden waren er nog 40. En kan ik dat op een of andere manier oplossen? Dit zijn de stappen. Ik ga ze even één voor één door. Ik zit ook hier. We beginnen met de urgentie bepalen. Op deze foto zien jullie een heel druk terras. En als jullie goed kijken, zien jullie daar ook woningen boven. En die woningen zijn waarschijnlijk van mensen die 's avonds niet zo goed slapen, omdat dat terras best wel lawaaierig is. Dit is een voorbeeld uit de praktijk van een van de onderzoeken die wij hebben gedaan. Dat heette Amsterdam Sounds. En daarin zijn we gaan meten wat die geluidsoverlast precies was, wanneer het vervelend wordt, et cetera. Maar nu ga ik eigenlijk een stap te ver, want we zijn nog bij de stap van urgentie bepalen. Als we een urgentie hebben gevonden, dan kun je nadenken over hoe zouden we dit kunnen meten? Is er een manier om dit te meten? Wie hebben we daarvoor nodig? Wat voor technologie hebben we daarvoor nodig? Een meetstrategie opstellen. Een meetstrategie opstellen doe je over het algemeen niet alleen als burgercollectief, maar daarvoor heb je experts nodig die weten hoe je kan meten. En daarvoor heb je ook lokale partijen nodig, zoals bibliotheken, die het proces faciliteren. Die een soort van verbindende factor zijn tussen kennisinstellingen en burgers en bij voorkeur ook bijvoorbeeld beleidsmakers. Volgende stap is data verzamelen. Dit is een geluidsmeter die bij ons aan de waag hangt, want ook wij hebben last van geluidsoverlast. Dit zou van alles kunnen zijn. Dit is technologie. Ik ken ook een voorbeeld van een aardbeienplantje dat reageert op CO2. Dus het kan ook zonder technologie. Als we al die data hebben verzameld, dan gaan we het interpreteren. Jullie zien op deze foto een kaartje van het project Hollandse Luchten.
Dat is een project van Waag waarin we luchtkwaliteit meten. En we brengen dat ook in kaart. En maken het dus inzichtelijk voor de mensen die de luchtkwaliteit meten. Op deze kaart zien jullie wat groene bolletjes en ook een hele grote oranje staaf daar achterin. Nou, die oranje staaf die laat zien dat er ergens een probleem is. Misschien staat er een fabriek die heel veel uitstoot. Ik weet het niet. Daar gaan we over nadenken bij de stap van het data interpreteren. Nou, dat doe je dus samen met de bewoners en experts die er betekenis aan zouden kunnen geven. En de volgende stap is handelen. Die fabriek zou je kunnen aanspreken. Je zou eens met de RIVM en de GGD kunnen praten over waarom dat ene staafje zo oranje is. En daarmee kun je de situatie van de bewoners daar verbeteren, is het idee. En wat levert dat nou op? Je werkt aan iets dat lokaal belangrijk is en dat doe je met een lokaal collectief. De bewoners verzamelen data om hun eigen leefomgeving in kaart te brengen. Dat doen ze zelf, daarbij zetten ze technologie in. Bewoners zijn niet het product van de technologie, maar ze zetten de technologie in om hun eigen leefomgeving te verbeteren. Dat doen ze in samenwerking met experts, bewoners, lokale partijen zoals bibliotheken. Ik wil het maar benadrukt hebben. En wat levert dat op? We bouwen samen kennis op. We bouwen samen aan een netwerk dat een probleem kan agenderen, dat een probleem zou kunnen veranderen. Dat doen we met een netwerk van heel veel verschillende expertises die allemaal in de buurt zijn. Misschien is mijn buurman wel toevallig iemand die heel veel weet over waarom er maar 10 merels in mijn straat zijn. En bibliotheken hebben een belangrijke functie als spin in het web. Want bibliotheken zijn centrale plekken. Volgens mij heeft Marleen er vanmorgen al wel wat over verteld in de podcast. En volgens mij weet je het allemaal heel goed zelf. Bibliotheken als centrale plekken met een heel groot netwerk. Die vertrouwd worden door eigenlijk iedereen die in de maatschappij zich begeeft. Wat een bibliotheek zou kunnen doen, daar gaat Jantien nu meer over vertellen. Dankjewel, Thijen. Ja, nou, Jo stelde me net al even voor. Ik ben Jantien Borsboom en ik werk bij Bibliotheek Midden-Brabant. Meestal vind je mij in de Loekho. Ik ben een trotse medewerker van het prachtige gebouw. En zo ziet het eruit als ik aan het werk ben. Dus je ziet mij daar achter de 3D-printer. Daar onderin ben ik een hackathon aan het organiseren, waar we dus met technologie proberen om vraagstukken op te lossen. Bovenin is een volle zaal bij een bijeenkomst over tiny houses in Tilburg. En aan die kant ben ik een tegenlicht meetup aan het presenteren. Naast al deze geweldig leuke dingen ben ik ook nog projectleider van het Kenniscloud project. En Kenniscloud, dat is een methode die we ontwikkelen als Bibliotheek Midden-Brabant samen met heel veel andere bibliotheken en bibliotheekorganisaties. En dat gaat over werken met communities in de bibliotheek. En door te werken met Kenniscloud bouw je eigenlijk een netwerk in jouw eigen regio van allemaal personen, organisaties en communities die in de bibliotheek fysiek bij bijeenkomsten, offline dus, en online op een platform wat we hebben gebouwd samen kennis delen en samenwerken aan maatschappelijk relevante thema's. En omdat ik werk volgens die methodiek zelf, ben ik eigenlijk altijd op zoek naar de kennis die in de samenleving te vinden is. Dus bij mensen, bij groepen, bij organisaties. En dat betekent dat ik eigenlijk altijd in gesprek ben met mensen. Ook mensen die ik in de trein tegenkom bijvoorbeeld, of op het terras. Ben ik altijd even aan het kijken, wat weten die mensen, wat doen ze? En ik probeer op heel veel plekken te zijn. Dus ik ga naar heel veel bijeenkomsten bijvoorbeeld. En zo vond ik een aantal jaar geleden een groep van Internet of Things. En dat was toen nog een heel nieuw thema. Nu nog steeds wel redelijk eigenlijk. En Internet of Things, dat kennen we inmiddels allemaal wel van het voorbeeld. Hè, dat je een koelkast hebt die dan zelf een signaaltje stuurt naar de supermarkt als je melk op is. Maar je kunt er nog veel meer mee. En ik ontmoette die groep omdat zij een bijeenkomst hadden aangekondigd op het platform meetup.com. Waar ik vaak op kijk om dingen te vinden. Ik ging daarheen en ik ging met hun in gesprek. En dat was heel leuk, want zij bleken heel erg veel specifieke kennis te hebben over dat onderwerp. Ze hadden een enorme drive om die kennis ook te delen met meer mensen dan hun eigen groep. En ze hadden echt een heel specifiek doel. Zij wilden namelijk heel graag een Internet of Things netwerk in Tilburg en omstreken maken. En het leuke daarvan is, het is een soort internetnetwerk, maar dan voor veel minder data. Dus je hebt maar een paar zendmasten in een gebied als Tilburg nodig om heel dat gebied te dekken. En die zendmasten die kosten een paar honderd euro per stuk. Dus dat is best haalbaar om dat als soort burgerinitiatief te doen.
Zij wilden dat vooral omdat ze het gewoon interessant vonden om daar dan zelf een beetje mee te experimenteren. Echt vanuit de technologische interesse. Maar ze wilden ook wel graag initiatieven vinden die dan daarna, als het geluk zou zijn, gebruik zouden willen maken van dat netwerk. Want dat wisten ze zelf niet zo goed wat we er dan mee konden doen. Ik heb hen voorgesteld om samen te gaan werken, om in de bibliotheek samen te komen, bijeenkomsten te gaan organiseren, voor het publiek ook, over Internet of Things, zodat ze zelf daar sprekers konden vragen vanuit hun eigen netwerk, om mensen daarin mee te nemen. En ik ging zoveel mogelijk lijntjes leggen naar andere organisaties en groepen. En ik kon toen op een gegeven moment een lijntje leggen naar een andere groep die al een tijd bezig was binnen ons kenniscloud-netwerk rondom klimaat. En die groep bestond uit heel veel verschillende mensen. Mensen van de gemeente zaten erbij, groen ZZP'ers, maar ook basisscholen en een woningbouwvereniging. En zij waren samen aan het nadenken over hoe kun je nu initiatieven opzetten om de Tilburger meer bewust te maken van het klimaat. En eventueel zelf actie te laten ondernemen op het gebied van klimaat. En je ziet ook een flyer, een hele week met programma wat ze hebben georganiseerd. Onder andere een dansprogramma en rapworkshops voor kinderen, echt van alles. Ze hebben groene schoolpleinen gemaakt met watertappunten, waar ze in gesprek kunnen gaan met ouders en kinderen over het belang van schoon water. En het mooie achter deze groep was, er was een lokale urgentie. En Peter stipt het net al even aan. Maar we hebben de zeer dubieuze eer dat wij op 10 juli 2018 als Tilburg de warmste binnenstad van Europa waren. Dat is geen goed nieuws. Dus er was echt een lokale urgentie waar we met z'n allen mee aan de slag moesten. En we hebben die twee partijen toen bij elkaar gebracht. Dus we hadden aan de ene kant hadden we de ICT, mannen eigenlijk waren het over algemeen, dus de echte ICT'ers, en aan de andere kant de klimaatmensen, die zitten niet in elkaars netwerk. Dus het was voor hen heel mooi dat ze via de bibliotheek eigenlijk elkaar konden ontmoeten en samen konden brainstormen over, hey, hoe zouden we nou het Internet of Things kunnen inzetten voor het klimaat? We hadden een bijeenkomst georganiseerd waar we eigenlijk allerlei initiatieven presenteerden die in andere steden al bezig waren, om te kijken wat we daarvan konden leren en of we daar iets mee konden. En een van die initiatieven was het Meetjestad-project uit Amersfoort. En dat was heel mooi, want daar was door middel van Citizen Science gingen ze samen met inwoners klimaatmetingen doen. En met die data konden ze dan weer van alles, dan konden ze altijd uitlezen hoe het was met het klimaat in de stad. Dus wij dachten, dat is heel interessant. Kunnen we dat nu ook in Tilburg opzetten? Dus toen zijn we samen gaan kijken, wat moeten we dan meten? Wat willen we meten? Wat willen mensen zelf meten? Wat willen de inwoners meten? Hoe gaan we dat meten? En welke partijen moeten we daarbij betrekken? Dus eigenlijk hebben we een soort strategie bedacht met z'n allen. En toen die strategie er was, hebben we eerst een soort plan geschreven over wat we wilden doen, waarom we het wilden doen, hoe we het wilden doen. En met dat plan zijn we weer naar nog meer partijen binnen Tilburg toegestapt. En zo lukt het ons om bijvoorbeeld de beheerders van de allerhoogste gebouwen in Tilburg zover te krijgen om zo'n zendmast op het dak te plaatsen. En daardoor kwam het hele Internet of Things netwerk van de grond. Dus toen was dat er, toen konden we het echt gaan gebruiken. En toen hebben we nog veel meer partijen betrokken. Onder andere de universiteit is aangesloten, maar ook de gemeente was geïnteresseerd, want die vond het heel mooi dat wij samen met inwoners klimaatmetingen wilden doen. En die hadden wel weer een potje waarvan ze een deel van de apparatuur voor de workshops wilden sponsoren. We zijn gestart samen met die Internet of Things community om dus workshops te organiseren in de bibliotheek, waar inwoners zelf een meetkastje kunnen komen solderen om dan weer in hun tuin te hangen. En dat laat ik heel graag even vertellen door de community zelf. Wij maken hier een klein meeteenheid die op dit moment volgens mij luchtvochtigheid en temperatuur kan meten. Die is verbonden met een LoRa-netwerk en dan kun je over de hele stad eigenlijk informatie verzamelen over de vochtigheid en de temperatuur in de stad. En dat proberen we in Tilburg, proberen we daarmee heel veel burgers bewust te maken van het klimaat. We beginnen nu met temperatuur en vochtigheid. In de toekomst waarschijnlijk ook fijnstof, de regen en dat soort dingen. Als je kijkt naar overal waar betegeld wordt en waar geen groen meer is, waar het water niet voldoende in de grond kan komen, waar groen is, dan vindt ook verkoeling plaats. Dus ik denk dat het belangrijk is om te meten hoe dat je de stad leefbaarder kunt maken en koeler kunt maken door de juiste groenvoorzieningen. Dus je moet het zelf maken, een beetje, hoe heet het, een IKEA-gevoel.
Je zet het zelf in elkaar en daardoor wordt het ook meer van jouzelf. En je kunt op het internet kun je jouw data zien, maar ook de data van al die andere mensen. En daarmee kweek je een hoop bewustwording, hopen wij. Ik denk sowieso heel leuk is om mensen hands-on dingen te laten doen. Hè, over vertellen en video's en presentaties. Zit je met z'n allen in een zaaltje. En als je het hier met je handen maakt, dan komt het veel dichterbij. Ik vind het heel mooi initiatief dat de bibliotheek als een gebouw met boeken, dat je op deze manier via workshops veel meer kennisdeling en daarmee ook een community creëert. Ik denk dat dat een hele mooie toekomst voor de bibliotheek is. Dus dat is het project wat geboren is eigenlijk vanuit een samenwerking met een community bij ons. Een citizen science project waarin we inmiddels al meer dan 100 meetstationnetjes hebben hangen in Tilburg. Die dus allemaal data verzamelen over klimaat, over temperatuur en over luchtvochtigheid. En al die data die komen weer binnen. En ja, dan heb je al die data en dan moet je eigenlijk een volgende stap nemen. Namelijk die data interpreteren. Bij ons is het Meet Je Stad project, waar je net een video over zag, is onderdeel geworden van een grote project wat loopt binnen ons Future Lab in de Lokhal. En dat heet Monitor van de Stad. En de Monitor van de Stad, het idee daarachter is dat wij de data die we zelf verzamelen door middel van projecten zoals Meet Je Stad, maar ook data die gewoon openbaar beschikbaar is, zoals data vanuit het RIVM of het KNMI of de gemeente, dat we die data allemaal laten zien en samen met de mensen gaan bekijken en gaan kijken, wat betekent dit nu eigenlijk? Wat zegt deze data over Tilburg? Hoe staat Tilburg er eigenlijk voor? En hoe is het met jouw wijk en met jouw straat gesteld? En binnen het Future Lab doen we dat heel erg rondom het thema's klimaat en duurzaamheid. Dus we kijken eigenlijk samen met inwoners van hoe staat het er nu voor in Tilburg? En het gesprek gaat dan over wat zouden we willen, of hoe zouden we willen dat het over 10 jaar is? En hoe gaan we samen nu stappen zetten om daar op dat punt te komen? Natuurlijk is de conclusie trekken dat het anders moet niet genoeg. Je moet ook iets gaan doen. Je moet ernaar gaan handelen. Dus op basis van die data en de analyse en de interpretatie die je hebt gemaakt, moet je ook stappen gaan ondernemen. Hier zie je een voorbeeld van een bijeenkomst die we hebben gehouden. Samen maken we Tilburg koeler. En in die bijeenkomst hebben we onder andere heeft de gemeente verteld wat zij zelf van plan zijn met de uitvoeringsagenda. Maar hebben we bijvoorbeeld ook een workshop gedaan met mensen van wat kun je nu zelf doen in jouw eigen omgeving om Tilburg wat koeler of wat groener te maken. Het mooie aan dit project vind ik dat het ten eerste, de man in het filmpje zei het al, het is een beetje een IKEA-effect. Dus je doet het zelf en dan heb je een soort eigenaarschap, voel je dan, waardoor je ook meer geneigd bent om te gaan kijken van wat meet zo'n kastje dan. Dus het zorgt niet alleen voor klimaatbewustzijn, maar door de data die mensen zelf verzamelen, kunnen ze ook zelf stappen ondernemen om hun eigen leefomgeving te verbeteren. Plus het is een basis van feiten die ze kunnen gebruiken om bijvoorbeeld naar de gemeente toe te stappen.